Ferdinand Grapperhaus, natuurlijk advocaat, minister van Justitie geworden. En een opvallende verschijning, zeker in deze coronatijd. Want hij is de man van de boetes die ze uitdeelt en incasseert ook nog eens een keer. Nou, 4 jaar geleden, groot drama in het leven van Grapperhaus. Toen overleed zijn vrouw, de moeder van zijn kinderen. Inmiddels heeft hij nieuw geluk gevonden bij Elsevier-journaliste Elisabeth Witses. En daar is hij mee getrouwd afgelopen weekend in het grote geheim. Maar ja, wij wisten dat. We sturen dus een fotograaf. En wat helemaal niet de bedoeling was, is dat we nou eens gingen kijken of hij de coronaregels wel zou naleven. Maar ja, toen we er toch waren, toen bleek dit. Kijk, en dan zie je toch een heel groot gezelschap waar ook nog eens Ankie Broekers-Knol in staat, de staatssecretaris die ze getrouwd heeft. En ja, op de trappen van het stadhuis van Bloemendaal wordt die 1,5 meter niet altijd in de acht gehouden. Wat vinden jullie natuurlijk hiervan? Ook lastig bij een bruiloft. Maar ja, de man die zijn eigen regels zelf oplegt, die zou zich er wel beter aan kunnen houden. En ik kan me alleen maar één ding zeggen, als je nu in deze omstandigheden een huisfeest houdt waar gewoon iedereen dat kan raden dat het niet mogelijk is om die 1,5 meter aan te houden, dan ben je een stel aso's. Ik zeg het gewoon keihard, dan ben je echt een stel aso's. Doe dat nou niet. Het gaat erom, we willen die verspreiding van dat virus gelijkmatig hebben onder de niet kwetsbare groepen, zodat we juist de kwetsbare mensen, dat zijn dus mensen die al een ernstige ziekte hebben en hier heel erg risicovol voor zijn, en ouderen, dat we die juist beschermen. Daar gaat het ons om. So that all might see and agree, the laws of Animal Farm were inscribed in a prominent place, to be remembered and obeyed forever. No animal shall sleep in a bed. No animal shall drink alcohol. Four legs good, two legs bad. Wings count as legs.